Pascal, eerste training zit er weer op. Van het seizoen 2021-2022. Ben je blij dat het weer van start is gegaan? Ja, heel blij. Als je kijkt naar de omstandigheden waarin wij mogen werken, dan word je sowieso al blij. En ik was ook heel blij om mijn jongens weer allemaal te zien. Dus genoten vandaag. Ze zijn er nog niet allemaal natuurlijk. Nee. Sommige jongens ontbreken nog. Ja. Dat heeft vooral met interlands te maken? Ja, want in de break hebben een aantal spelers eigenlijk een beetje een verdeelde situatie gehad. Eerst vrij, vervolgens moeten melden bij de nationale ploeg. Dus we hebben hun vakantie natuurlijk daar wel op afgestemd. En die jongens die stromen volgende week donderdag weer in. Okay. En dan heb je natuurlijk nog de EK-gangers. En dan die hoop je zo lang mogelijk niet te zien, maar ergens ook weer niet. Precies, die hoop je in ieder geval tot de finale kwijt te zijn. Ja. Ja. En een hoop jongens, dat valt natuurlijk wel op. Een hele hoop jongens uit de AZ jeugdopleiding. Ik geloof in totaal wel 17 van de 22 jongens die op het veld stonden. Mooi, hè? Wat kun je daarover vertellen? Zijn het echt heel veel jongens met heel veel potentie waar jij het echt in ziet zitten al? Nou, niet zozeer ik alleen als coach in zie zitten. Dat doen wij als geheel hier binnen AZ. En het is natuurlijk een mega compliment voor het feit, wat je net zelf al hebt beschreven, dat deze jongens vandaag op het veld staan bij het eerste elftal. Maar laat duidelijk zijn, dat doen ze op basis van kwaliteit en potentie. En het groepje is nu wat groter omdat ik de ruimte heb gecreëerd voor een aantal spelers om zich goed te presenteren tot aan het trainingskamp. Ja. En dan mogelijk weer een verlenging in het vooruitzicht hebben. Ja, 4 van die jonge gasten die zitten nu vast bij de A-selectie. Sommigen zaten eigenlijk al een beetje bij de eerste ploeg sinds eind van het seizoen, zoals Jelle Duin. Ja. Maar ik doel ook op Maxime Gullit, Peer Koopmeiners en Bo Reus. Ja. Die jongens die verdienen het gewoon om vast bij de A-selectie te zitten. Ja, die hebben het afgelopen half jaar hebben ze natuurlijk ook veel bij ons getraind. Als je praat over Maxime. Bo traint al wat langer bij ons. Jelle is teruggekomen en vervolgens zich goed gepresenteerd bij Jong AZ. En Ferdi maakte een stap elders, dus er was ook een vacature. En die heeft Jelle goed ingevuld. Dus ja, mooie bevestiging dat we met z'n allen natuurlijk gewoon goede spelers blijven opleiden. Ja, Ferdi loopt hier trouwens ook weer rond inmiddels. Ja, Ferdi is weer terug. Dus die gaat ook weer mensen moeilijk maken hier. Ja, precies. Dat is wat je graag wilt, toch, als trainer? De concurrentie enorm groot. Ja, als je bij ons op het veld staat, dan moet je aan de bak. Ja, hoe dicht zit jouw selectie nu al bij de selectie die jij voor ogen hebt voor het komende seizoen? Nou, ik gaf net ook aan bij een van je collega's, er zijn natuurlijk nog geen mutaties. Behouders de jongens die op een natuurlijke manier zijn uitgestroomd, uit je contract of in het geval van Ron gestopt. Dus wij hebben gewoon nog onze volledige selectie nog intact. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Dus. Je verwacht wel nog mutaties? Nou, dat is de vraag. De markt is nog niet echt op gang gekomen en dat is moeilijk te voorspellen. Ja, het heeft misschien ook met het EK te maken wat nog bezig is. Dat zou kunnen. Maar op dit moment zijn ze er allemaal nog, dus daar ga ik nog zeker vanuit. Ja, jullie werken nu natuurlijk ook al toe naar de eerste oefenwedstrijden van de voorbereiding. Ja. Kijken jullie in het bijzonder ook uit naar die thuiswedstrijd tegen Real Sociedad op 31 juli, waar voor het eerst weer publiek in het nieuwe stadion, in het vernieuwde stadion, welkom is? Ja, hoe mooi is dat? Het is natuurlijk een fantastisch gebaar van de club ook om om de supporters dat soort wedstrijden aan te kunnen bieden op het moment dat je er weer bij kunt zijn. Dus natuurlijk, daar kijken we naar uit. Ja, oké. Dankjewel, Pascal. Graag gedaan.